Ik heb wel eens ook naar buiten liep, dat is mijn baas van sodemieten heen met de brommen. En als je dan wat van zegt, dan krijg je nog een grote bek ook. In Rotterdam-Krooswijk ligt tante Nel wakker van snelheidsovertreders. Dat is niet normaal gewoon. Je mag gewoon respect hebben voor andere ook mensen, kinderen die hier spelen. En in Den Bosch wordt de 59-jarige Josephine getreiterd door brutale jongeren. Hebben ze deze door uw raam gegooid? Ja. En Raymond heeft het helemaal gehad met het oerwoud van buurman Kees. En dat onkruid is een duivels onkruid, jongen. Die man is niet aanspreekbaar, joh. Ik ben het gewoon zat. Wat doe je als je een probleem hebt? Dan schakel je deze twee helden in. Voor hen is geen probleem te groot. Maurits en Mimoen vragen om problemen. Wat is jouw probleem? Iedereen met een probleem kan Maurits en Mimoen inschakelen om dat op te lossen. Eens kijken, waar de fuck gaan we naartoe? Oké, dus we gaan naar Rotterdam-Krooswijk. Ik heb heel veel last van de buurman, zijn onkruid. Dat komt helemaal in de tuin. En ik heb hele grote, dikke wortels hier moeten weghalen. Het hele grote, diepe wortels. Dit zit dik bij haar, dit is serieus. Als u even over het hek gaat kijken, nou, dat is echt bizar. Vriend, dat is niet namen. Het is zuur. Jeetje. Het is heel gevaarlijk spul. Ja, en zo'n tuin zit er helemaal onder. Eigenlijk gelijk opvalt, is die meneer zijn tuin zelf ook niet helemaal, helemaal cool is of zo, weet je. Maar zijn tuin valt die andere tuin niet lastig. Kom, we gaan gewoon naar hem toe, dan worden we wijzer. Oké. Okay. Ik ken het centrum van Rotterdam heel goed. Je kent het centrum van Rotterdam? Ik zei centrum. Ik ken centrum heel goed. Krooswijk ken ik niet zo goed. Nou, ik ken Krooswijk alleen by night. Maar ik doe het dus niet aan inbraken, dus ik hoef er nooit nachts te zijn. Ik ook niet, ik breek ook niet in. Rotterdam, de havens. Straatjongen staat weer voor je deur. Ik ben de minister-president van de Verenigde Straten. De volksvertegenwoordiger. En dan. Hierin toch? Goedemiddag. Hey, meneer. Ik voel me gelijk thuis. Ga jij maar eerst. Hallo, Marie. Het is een black thing. Ik heb gewoon een Marie. Hey, Mimoen. Kunt u ons laten zien waarvoor wij hier zijn, meneer? No. Waar is je gaan ergens? Onze Surinaamse vlag is achterzak. Dat is toch goed? Nee, zo toch. Trots op waar je vandaan komt. Tuurlijk. Hij komt uit Rotterdam, man. Hier erg ik me echt aan. Als je nou die tuin ziet, ik heb gewoon geen zin meer om aan de tuin te werken. Als ik je op foto's kan wijzen hoe dat er vroeger uitzag. Yo. En wat is nou het grote probleem? Kijk maar over het hek. Dit veroorzaakt een groot probleem voor deze tuin. Maar waarom? Hè? Kijk het onkruid wat naar hier toe komt. En dat onkruid is een duivels onkruid, jongen. Duivels? Maar waarom is het duivels? Nou, dat komt blijven terugkomen, man. Zaadjes van deze boom zie je naast het huis. Zie je bij de buurvrouw voorop. Dit hebben we zo vaak al schoongemaakt. Ja? En het blijft er terugkomen. Maar ik ben er gewoon buur. Ik ben het gewoon zat. Heeft u wel eens met de buren geprobeerd te praten? Kan je niet mee praten, want die man is niet aanspreekbaar. Joh. Heb je aan hem ooit gevraagd toestemming om even een meter van zijn tuin te, zeg maar, te... Sorry, maar dat ga ik niet doen. Ik ga die man zijn tuin niet aanraken, echt niet. Maar is het een beetje blij, man? Valt er mee te praten? Ik heb hem nooit zien lachen, dus... Nee. Wij gaan hem laten lachen. Ik hoop het voor je. Zeker. Misschien doet die deur niet eens voor je open. Misschien wel. Nou, laten we hopen. We hebben powers. Zullen we even gaan proberen, man? Ja, we komen straks bij u terug. Tijd om verhaal te halen bij buurman Kees met zijn duivelse onkruid. Laten we gewoon kijken of je met ons kan praten, dan nou, komt het goed. Ben jij klaar? Ik ben klaar. Ik ben ook klaar. Maar Kees is ook klaar, hè? Klaar is Kees. Oh, je gaat gewoon 10 seconden nadat je gebeld hebt weer aanbellen. Ja, dan kijk je. Je geeft hem niet eens de kans om te... Misschien is hij... Hallo? Oké, ja. Dag, meneer. Hallo, Kees. Heet u Kees? Ja. Hoi, Maurits. Ik ben Mimoen. Mogen we wat vragen? Mij gaat prima. Oké, dan. De mensen hiernaast, die naast u woont, kent u die? Ik ken niemand, ik ben nooit thuis. Maar de mensen, uw buren hiernaast, die kennen u wel. Ja? Ja. En die willen heel graag met u praten ergens over. Wie? De buren. Die naast mij woont? Ja, die willen heel graag met u praten. Ja, echt waar. Het
het lijkt zo, niks het lijkt ernstig, van niet. Zo, niks ernstig, maar het gaat om de tuin. Ja, mijn tuin, je kent wel mee. Mogen maar... we mee? Ja, graag, Maurits. Je moet niet schrikken van de tuin. Waarom niet? Nee, wij weten precies hoe de tuin eruit ziet. Wij schrikken niet. Oké, hier is echt heel lang niemand geweest. Nee. Dit is de reden waarom we eigenlijk op zoek zijn naar jou. Ja. Nou, wij hebben een belletje gehad van uw buurman. Die vindt het heel vervelend dat uw tuin er zo uitziet. En er komt allemaal onkruid wat aan uw kant groeit. Dat groeit helemaal door naar zijn kant. En dat vindt de buurman niet zo leuk. Heeft u last van uw tuin? Ik niet, nee, want ik kom hier nooit. Zie je wel. U vindt het wel goed zo. Staat u open voor een gesprek met uw buurman? Want wij willen hier graag iets aan doen. Is dat goed? Ja. Oké. Oké, laten we gaan. Wat een lieve man, hè? Ja, maar ik vind het een beetje zielig. Hij is zo oud. Hij geeft gewoon helemaal niks om zijn tuin. En waarschijnlijk ook helemaal niks om zijn huis. Oh, ik denk dat Raymond gewoon problemen heeft. Een beetje aan het zeiken. Haal dat beetje maar weg. Ja, hij is gewoon aan het zeiken. Ik ben niet bang voor de zwarte kat. Ik ben niet bang voor zwarte kat, maar ik ben bang voor hond. Kom hier, jongen. Voel. Nee. Voel hoe snel die kan. Nee, ik geloof dat je bang bent. Kraakje. Je bent er. Hij heeft geen hond. Hey, je leeft nog. Hoe is het? Rustig, man. We hebben Kees gevonden. Jo. Ja. En hij is bereid tot een gesprek. Ja? Met jou. Ik ben benieuwd. Klaar, maar... We gaan open-minded erin. Ja. En we gaan lief doen. Nou. Ja, nee, nee. Chill. Ik heb hem gezien. Chill. Hij is heel lief, hij is heel relaxed. Let's go. Let's go. Je hebt even snel een sigaretje opgestoken. Stress. Heb je die man ooit gesproken? Nou, ik heb een keer ruzie met die man gehad. Maar nu zijn wij erbij. Je hoeft je niet druk te maken. Maak je niet druk, Raymond. Wij komen net als E.T. in vrede. Ja. Ik ga dat tussen. Hoi, Kees. Kees. Ik ben aan de gang, jongen. Hey, Kees. Dat wordt nou een keer vervelend, hè? Nee, nou, het gaat goed komen. Dit is uw buurman, Raymond. Ja, die ken ik niet. Die kent u niet? Nee. Oh, hij zegt toch... We kennen elkaar niet. Nee. Jullie hebben elkaar nooit ontmoet. Ik heb wat je gaat, weet je nog. Vertel eens even wat je probleem is. Nou, ik heb heel veel last van jouw onkruid. In jouw tuin. En dat is zoveel jaar al aan de gang. Nou, ik vind wel dat er wat aan je tuin gedaan moet worden. Want als het zo doorgaat, hebben we oerwoud hier. Kees heeft u even aangegeven van, het is mijn tuin, ik heb er geen last van. Raymond geeft aan van, hé, er moet wat aan die tuin gebeuren. Ja, zeker weten. Vindt u het oké als wij wat aan de tuin gaan doen? Vindt u dat geen probleem? Nee. U vindt dat geen probleem? Maar. Daar hebben we wel jou bij nodig. Wij willen werken, maar wij hebben geen verstand van tuinen opknappen. Jij wel. En als je een probleem hebt en er is een mogelijkheid om er... Van af te komen? Ja. Het moet wel gaan zoals ik het wil. Anders gaat het niet. Jij luisteren. Bent de baas. Echt waar. Wij luisteren naar jou. Ik zeg het je, het is veel werk. Dan gaan we dat doen. Ik ben altijd klaar om iemand te helpen, maar... Kijk, dat is de spirit. Dat is het, moet wel gaan zoals ik het zeg. Anders we gaan het doen zoals jij het zegt. Straks zien we of het onder leiding van Raymond lukt om de jungle van Kees te kappen. Maar er is nog iemand die de hulp van Maurits en Mimoen nodig heeft. Tante Nel. Oké, on to the next one. Oh. Ben je klaar? Ik hoop dat deze een beetje chiller is. Wie in Krooswijk? Ik ben Nel Berghaan. En ik woon hier in Krooswijk in de Isaacwetstraat. We zeiden gewoon nog als gek over die hobbelsteen of er niks is. Met de auto's, brommers. Je mag hier maar 30 rijden. Dan moeten ze maar gewoon rekening mee houden. Ja, ik begrijp het. Ik ook. Ze rijden te hard. Je kan hier gewoon niet, sowieso niet harder dan... 30 rijden, denk ik. Nee, dat kan wel, dat mag niet. Die kinderen. Ja, snap, ik snap. Weet je hoeveel kinderen ik hier heb zien rondlopen? Hey, zonder ouders, zonder niks. Heb jij één ding gezien? Dat baby gooit een gangsaantje op, hè? Kijk, let op. Heel veel. Ja! Die baby doet dat beter, man. Nel is een wat oudere vrouw. Zou je denken? Die haar haar heeft geknipt, zodat ze wat vlotter over blijft komen. Wat slaat dat op? Dat is echt zo. Vrouwen knippen hun haar op een bepaalde leeftijd, zodat ze vlotter overkomen. Ze draagt haar horloge op haar andere arm. Ander?
Normaal moet je je horloge toch rechts draaien? Ik heb mijn horloge ook links, maar dat kies je zelf voor. Kunnen we Nel, zullen we met Nel praten? Wacht even, eerst kijken of ze thuis is. Nee, je belt eerst aan, je gaat niet eerst gluren. Vage kill. Ze heeft wel een mooie tv. Het is net een keer ken, anders zou ik nu echt een goed Marokkanen grapje maken. Maar dit mag echt niet. Ik steel niet, ik ben geen dief, jongen. Dat nooit gestolen. Niet. Dat zeg ik ook niet. Nel! Tante Nel! Goedemiddag. Goedemiddag. Tante Nel. Maurits. Hoi, ik ben Mimoen. Ja, wat leuk. Leuk, hè? Gezellig, hè? U heeft ons uitgenodigd. Ja. Voor problemen hier in de wijk. En dat is? Nou, dan zie je het veel te hard rijden. Ik heb wel eens ook naar buiten liep, dat is een waas van sodemieter heen met zijn brommen. En als je dan wat van zegt, dan krijg je nog een grote bek ook. Maar zo lopen wij, zoals wij, lopen ook de kinderen natuurlijk de deur uit en naar buiten. Ik voel gewoon dat u echt boos bent. Dat zit u ja, echt dwars dat ze dat doen. Ja, kijk, mijn kleinkinderen spelen ook hier zo. Wij moeten even gaan brainstormen, Maurits, ja, over wat we zouden kunnen doen voor ja, deze straat. Wij komen bij u terug, Nel. Is dat goed, tante? Ja, ja, is goed. Maar wel even van tevoren bellen, want ik ben niet altijd thuis. Wij gaan bellen. Alles bellen we. Wij gaan ja, bellen. Okay. Hartstikke bedankt. Doei. Hoi. Doei. Doei. Dank je wel. We moeten twee dingen doen. We moeten, moeten kijken hoe hard mensen rijden hierop. En we moeten ze aanspreken. We moeten dit wel serieus aannemen. Ja, ja. Maar dus ik vind kinderen vind ik gewoon echt... Je moet niet aan kinderen zitten. Wauw. Dat bedoel ik mee... Dat weet ik, snap het. Ik bedoel ja, daar niet mee hoe jij ja, het denkt. Nee. Maar ik bedoel, kinderen moeten gewoon kinderen kunnen zijn. En die moeten kunnen spelen enzovoort. Ja, maar je moet niet aan kinderen komen. Kom nou, we gaan shit fixen. Kinderen moeten lekker op straat kunnen spelen. Het liefst met coole gadgets, zoals snelheidsmeters. Wij worden vandaag snitches. Weet je wat een snitch is? Hè? Ik weet alleen niet hoe het werkt. Snelheidsmeter kunt u met de knop aan de zijkant of de trigger op continu zetten. Wacht, trigger. Continu. De druk kunt u met alleen gebruiken wanneer u het pistool... Bla, 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 het werkt. Ga eens rennen. Rennen, 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 rennen. Ik doe het niet. 0,8 kilometer. Ik geloof het niet. Dat was 55 kilometer. Flikker op dat mij. Dat was een kort stukje. Nee, ja, maar jij ging echt even. Ga jij dan? Ik weet niet hoe die werkt. Je bent een neppe kill. Ik geloof niet dat jij 55 kilometer... Vriend, ik ren harder dan jij rent. Straks zien we of het lukt om de snelheidsduivels in de straat van Nel in de kraag te vatten. In Den Bosch woont Josephine. Zij ligt overhoop met brutale kids die vlak achter haar tuin voetballen. Tijd voor deskundige hulp. De lawaai hier van de voetbal. Een wat oudere grijze vrouw. Brilletje. Ze spreekt niet zo goede taal. Kapot raam. Weg. Hoja en kema van de bal. Als de bal komt. Ze zegt dat er heel vaak een bal in haar tuin komt. Ja, hun kan wel spelen, maar niet hier. Omdat de lawaai is te veel. Ze heeft lawaai, klimmende kinderen, ja, kapotte ramen. Ik ben wel benieuwd. Ik wil Josephine wel ontmoeten. Ja, dat moet ook wel. Ja? Ik kan niet het probleem oplossen als we die niet ontmoeten. Ja. Zullen we naar daartoe gaan? Ja, dat is, lijkt me wel leuk. Leuk? Leuk. 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 Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben wel fired up. Ik hou ervan om oudere mensen te helpen. Ja, maar we gaan ze helpen. Doe trouwens je petje af. Goeie. Ik vind dit leuker. Kijk, zie je? Ik heb niet veel swag. Dan heb ik een beetje swag. Kijk hier. Weet je, het is wauw, swag. Wauw, swag. Dat is niks. Maar okay, we hebben dus een voetbalprobleem. Laten we weer even gaan aanbellen. Hier, kijk. Ladies first. Zo ben ik, zo ben ik. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Hallo. Maurits. Ik ben Josephine. Dag Josephine. Ik ben Mimoen. Mogen we binnenkomen of willen we het gesprek hier voeren? Nee. Binnen? Ladies first, dankjewel. U heeft dus last van kinderen die voetballen. Die ballen worden over uw hek geschoten. Ze doen brutaal. Heeft u al ooit een keer met ze gesproken? Aangesproken bedoel ik van heeft ja, ik doe het altijd. Maar hun luisteren niet. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Ik zag dat u net een beetje moeite had met lopen. Hoe komt dat? Ik, 2007 heb ik ook hersenbloeding gehad. En daarna een half verlamd. Ik heb zoveel. Psoriasis heb ik.
heb ik gekozen Roma. Mijn nieuwe werk ook niet goed. En ja, ik heb zoveel. Mijn ogen is ook niet goed. Ik kan me wel voorstellen dat als u gedeeltelijk verlamd bent, dat het extra lastig is om steeds naar buiten te lopen, om die bal open te zetten. Als ik op bed 10 uur 's nachts kom en weer bal. Mevrouw, de bal, de bal. Ik moet ook uit van mijn bed lopen. Ik zeg, jongens, ik slaap. Morgen is ook aan de dag. Ga slapen, fuck you. Zeiden ze dat tegen u? Oh, hou je mond. Zulke woorden. Ik zag in het filmpje ook een kapotte raam. Hoe kwam dat? Hebben ze deze door uw raam gegooid? Ja. Oké, nou pissig. Kijken? Alsjeblieft. Maar hoe dan? Dat weet ik niet. Het probleem is helder. Nu de oplossing nog. Wat zou u willen dat wij voor u zouden doen? Oplossen. Maar ik denk niet dat het ons zal lukken om dit pleintje hier weg te krijgen. Alleen denk ik wel dat er duidelijke regels moeten komen dat ze hier moeten spelen en niet daar over een hek moeten klimmen of dingen er overheen gooien. En respect. Ja, respect. Want dat is denk ik het belangrijkste. Als jullie kunnen wij dat doen, ik vind het prima. Oké, ik denk dat wij weten eventjes genoeg nu. We komen straks bij u terug. Een doeltreffende aanpak begint met goed onderzoek. In dit geval buurtonderzoek. Hallo meneer. Goedenavond. Goedenavond. Kent u de buurvrouw Josephine? De buurvrouw Josephine? Ja. En weet u dat zij een probleem heeft met voetballende kinderen? Ik heb er zelf ook last van, hè. Je heeft u er ook last van? Oh, jongen, ik woon hier al 17,5 jaar. Oké. Okay. Heel de buurt heeft er last van, waar die ballen. Weet u ook welke kinderen de overlast veroorzaken? Ik zie dat niet, hè. Oh, nee. Ik kan niet gaan staan, hè. Nee. Wij gaan op zoek naar een oplossing. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dat gebeurt met spelende kinderen, dat een bal wel eens over de schutting heen gaat. Het is lastig voor die vrouw dat er de ballen eroverheen gaan en dat de kinderen zelf de ballen terug gaan halen. Ja, maar waarom halen ze de bal zelf? Doet zij moeilijk om de bal terug te halen? Soms wel. Zal ik u vertellen waarom ze soms een beetje lang doet of moeilijk doet om die bal terug te brengen? Ze heeft een hersenbloeding gehad en ze is gedeeltelijk verlamd. Dus het is heel moeilijk voor haar om op te staan en die bal dan terug te geven. Ja. Dan is het ook de initiatief van de kinderen dat ze zelf de bal willen pakken, want die willen verder met spelen. Dan vinden onze confrontatiespecialisten per toeval twee jongens die Josephine goed blijken te kennen. Ja. Kennen jullie die mevrouw die hier op de hoek loopt? Ja. Die oude mevrouw? Ja. Wat vinden jullie van haar? Irritant. Waarom? Nou, omdat als we voetballen hier, dan gaat ze tegen ons schreeuwen en zo, dat we weg moeten gaan. Zomaar? Ze schreeuwt zomaar tegen jullie? Nee, omdat er soms zelfs bal over poort heen komt of tegen de poort aan. Snap je dat ze dat vervelend vindt? Ja. Waarom? Jij niet, waarom niet? Het is maar voetbal. Ze is ook jong geweest. Ja, maar ze is niet meer jong. Ja, dat is toch niet ons probleem? Nee, maar het is wel haar probleem. Mag ik jou eens vertellen? Maurits. Weet je waarom die mevrouw zeurt? Weet je wat dat die ballen tegen haar komt. Ja. Weet je wat een hersenbloeding is? Nee. Ja, dat bloed is... Ja? Ja. Weet je wat verlamming is? Ja. Ja. Die mevrouw is verlamd. Snap je dat? Ja. En ze is oud. Dus als er de hele tijd ballen over haar schutting komen en ze heeft een verlamming en ze moet opstaan, snap je dat het zwaar is? Ja. Hey, stel je voor, wij hebben een oplossing. Zou je ons mee willen helpen? Dicht eraan. Ja. Maar zou je het willen? Zou je die oude, irritante, klagende vrouw willen helpen? Omdat zij er niks aan kan doen dat ze daar woont en dat jij tegen haar hek en raam aanschopt. Ja, is goed. Eigenlijk wel. Draai altijd de rollen om. Wat als het jouw moeder was geweest? Ah, oké. Of jouw oma? Had jij ook kut gehoord? Tuurlijk. Zeg. Remco? We gaan vanaf nu liever doen tegen die mevrouw. Is goed. Beloof het. Ja, beloofd. Echt waar? Ja. Ilias, ook jij belooft het? Ja. In het begin vond ik je een beetje een klein, brutaal, irritant mannetje. Maar nu je bijdraait, vind ik het tof. Ja, is goed. Dankjewel. Is Remco echt bereid om zijn leven te beteren en Josephine te helpen? En kunnen Raymonds tuinproblemen echt worden opgelost? Je ziet het zo. Ik ga hem halen, grap. Hij moet niet denken dat hij... Natuurlijk niet, mama. Natuurlijk niet, mama. Welkom terug bij Maurits en Mimoen vragen om problemen. In Rotterdam heeft Raymond last van duivels onkruid uit de tuin van buurman Kees. Dat onkruid is een duivels onkruid, jongen.
En maar die tuinen. Maritz. Ik heb aan alles gedacht, joh. Ik denk toch niet dat we het in ons eentje gaan doen? Nee, Raymond gaat meehelpen, Maritz. Nee. Ik wou het als verrassing houden, maar ik heb iemand geregeld. Ik heb nog van iemand iets te goed, dus ik heb even gebeld. En dan komen gewoon twee tuinmensen ons helpen. Vries, we hebben niks te doen. Ho. Je gaat niet niks doen. Maar je gaat minder doen dan we eerst zouden doen. Captains. Hey. Je bent er klaar voor? Let's go. Waar zijn je handschoenen? Ga je zo werken? Ga ik jouw handschoenen nemen. Maar heb je geen dingen? Ik heb geen handschoenen. Je hebt helemaal niks. Nee, je hebt iedereen zijn tuin gedaan. Waar is je materiaal? Ja, hallo. Wat denk je zelf? Maar heb je helemaal geen materiaal? Wat moet ik hebben dan? Ik dacht, wij komen naar je. Ik heb jou toch? Hey vriend, we hebben ze hulp nodig. Hè? Ja, kom maar. Jongens, welkom. Nou, experts. Ja, niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Nee, maar even zitten, als je hier naar kijkt, word je niet moedeloos. Hè? We hebben jullie zoiets van. Wat is nu de planning? Wat hebben jullie in gedachten? Plan van aanpak. Ja. Alles flink uitgraven. Ja. Alles flink uitgraven. Zeker de hardnekkige en de rest schoffelen. Nou, dat klinkt niet helemaal best. Nee? Je moet echt alles wortelvrij maken. We gaan alles wortelvrij maken en er komt worteldoek onder. En dan komt het zand. En dan gaan we een mooi maken. Raymond. Super. Dit zijn professionals, nee, joh. Je denkt toch niet dat ik bel met... Heb je mij dat horen zeggen? Ik heb gewoon even naar de Randstad gebeld. Die houdt iets van half werk en die brengt Nee. Dat heb je mij niet horen zeggen. Ik weet het. Oké, let's go, boys. Let's go. Kom maar. Woe! Let's do this. Waarom heb jij geen andere kleren? Dit zijn mijn mindere kleren. Hey, je gaat werken, grap. Je moet niet komen vriend, denken. Luister maar, gewoon naar mij. Ik ken Fatouman als jou. Oh, ik heb geen kleren, ik kan niks doen. Je gaat werken, grap. Rolling. Mimoen, kom hier. Dit zijn zijn geintjes, grap. Mimoen! Ik ga hem halen, grap. Hij moet niet denken dat hij... Natuurlijk niet, mama. Ik bel je gewoon straks. Ik ben eventjes bezig. Ja, even met mijn moeder, Maritz. Ik bel je straks. Maritz. Weet ik. Dag, mama. Fatouma. Kijk, Maritz. Als jij dat nou ook daar doet... Waar? Maakt niet uit. Overal moet gedaan worden. Kijk, hier. Ik ben hier al bijna klaar. Ik heb zo pauze. Ik vind dat we wel even een klein applausje moeten geven voor zijn geïmproviseerde verlenging van zijn handschoenen, man. Ja, tuurlijk. Ik heb net een paar tatoeages gezet, dus ik moet daar met de plastic aan. Oh, jeetje. Zal ik even kijken of we nog meer mensen van de buurt kunnen krijgen die ons gaan helpen? Als je belooft dat dat is wat je echt gaat doen, dan vind ik het oké. Ik ben gewoon zo terug met versterking. Oké, Moemsie. Nou, dat ziet eruit als teamwork. Maurits is op dreef en Mimoen doet waar hij het beste in is. Hosselen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat wil je eerst horen? Nou, begin maar met slechte nieuws. Slechte nieuws is, over een uurtje heb je niks te doen. Nou, dat is lekker. Dan ga ik lekker liggen slapen op de bank. Wil je het goede nieuws horen? Nou. Je gaat ons nu even een beetje helpen. Kom even mee, man. We hebben er iemand bij, mensen. Gozi. Even kijken, gaat hij een kruiwagentje pakken. En wanneer hij ziet dat je het oplet, het lijkt alsof hij hard werkt. Maar hij werkt niet, je moet op hem letten. Kom maar, geef maar een nieuwe lading, alsjeblieft. Ik zei het toch? Geef maar een nieuwe lading, jongens. Dan zet ik al die zware planten wel in die kruiwagen. En dan draag ik het weg in de hete zon. Ja, dat is heavy, hoor. Heavy on the double. Zwaar werk, hè, doen we. Hier, Maritz. Deze is volgens mij iets sterker. Denk je? Ja. Het is dezelfde schep, lol. Ik heb een verrassing voor jullie. Iemand komt even kijken. Casey! Hey, Kees. Dat heb ik allemaal gedaan, hè? Zij doen niks. Kijk. Dan komen er tegels. Ja, er gaan tegels komen. En een zwembad erin, Kees. Hé. Hey. Moet je ook een zwembad erin? Voor na training kun je even een maandje zwemmen. Ja. Je weet dat er een eigen bijdrage is van 2000 euro? Ja, dat denk ik. Wat denk je daarvan? Zometeen zien we of de tuin een beetje opknapt. Maar eerst naar de straat van Nel. Waar Maurits en Mimoen de jacht hebben geopend op snelheidsovertreders.
yo, 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 hallo, hey. Weet je hoe hard je in deze straat mag rijden? Hey, negatief. Ja, dat ben ik. Maar... Hoe hard reed je, camera? Zo. 50. Weet je hoe hard je hier mag rijden? 30. Waarom reed je dan 50? Ja, we hebben haast, we moeten even zo in Tiki gaan halen. Maar stel je voor, je rijdt per ongeluk een kind aan. Zo kom je niet bij je Tiki. Nee, maar ik kom er niet. Ik kijk gewoon goed. Dit is mijn weg. Ik ken die weg goed. Dus ik heb echt haast gewoon. Maar je weet niet hoe kinderen denken. Stel, ze spelen en je rijdt ze per ongeluk aan. Je gaat je het zelf nooit vergeven, man. Nu moet je zeggen, dat klopt. Nee, daar heb je wel gelijk in. Ja. De boete is 102 euro. Zonde, hè? En gegooid geld. Ja, dat gooit goed. Nou, dan doe ik het niet meer. Beloof dat je het niet doet. Nee, ik beloof je vriend. Chokra. Ik dank, hè. Thanks, denk aan de kinderen. Oké, we hebben één. 22. 22? Kom maar. 22, heel goed. Nee, ik ga wel hier staan, ja? Blijven staan. Waarom? Omdat ik ga hem laseren. Maar hij moet het niet zien. Hoe hard? Staat hij weer op mijl? 32. Mevrouw? Weet je hoe hard u mag rijden? Help je rijdt. Ja, je hebt helemaal gelijk, maar ik moet naar een crematie en ik ben te laat. Oh, gecondoleerd. Okay. Dus maar mevrouw, u weet dat u te hard rijdt, maar u gaat nu naar een crematie en als u hard blijft rijden, dan gaat u misschien een keer naar een begrafenis. Dus hou uw snelheid alsjeblieft beperkt. Auto, die gaat 100% hard. Weet ik, maar... Dan kan ik eraan houden. Aanhouden? Mag ik u wat vragen, mevrouw? En hoe hard reed u? Denkt u dat u reed? Ik denk 25. Bijna goed, 26. Ja, maar te gek. Ja, maar we staan te opvallend. Ik zie gewoon dat ze zachter rijden gaan. Dit gaat niet echt werken. Tijd voor pauze en een beter idee? Hallo, tante Nel, we zijn er weer. Goedemiddag. Hoi, Nel. We hebben even een intermezzo nodig. Had ze toch pauze? Ja. Ik heb gewoon thee nodig. Mogen we even binnenkomen en verder kletsen? Ik heb even thee nodig. Dag, Tini. Mimoen. Wil jullie drinken? Thee, koffie? Nou, ik zou graag een kopje koffie willen. Nee, ik ben lastiger. Ik wil thee. Zo goed, schat. Heerlijk. De koekietrommel. Alsjeblieft. Lieve Nel, wij hebben staan posten en staan laseren. En wij vallen best op. Als ze ons zien laseren met een camera, dan gaan ze automatisch uit zichzelf zachter rijden. Ja. Hé, hey, is dat Nels vriendin Tini? Precies op tijd. Ik ben galant. Het zou ons heel tof en slim lijken als jullie het van ons over konden nemen. Want eerlijk gezegd vallen jullie minder op in deze buurt. Mocht er dan een auto langsrijden, dan drukt u op dit knopje en dan verschijnt hier hoe hard de auto heeft gereden. Mocht die auto te hard hebben gereden, dan komen wij weer in het spel. Ja, maar ik heb één probleem. Ik ga op vakantie. U gaat op vakantie? Ja. Wanneer gaat u weg? Volgende week, dus. Ja, maar we gaan dit nu doen. Nu, vandaag? Ja, natuurlijk. Hallo, uw vakantie is pas volgende week. Vandaag wordt er gewerkt. Vandaag wordt er gewerkt, tante Nel. Ze gaan nooit verwachten dat jullie hun zitten te laseren. Dus jullie kunnen gewoon hier zitten. Hupsakee. Twee jonge vrouwen die naast elkaar zitten met de lasergun. Kijk, er komt weer een hard paraat in de auto. Oh, stop. Broeder. Yo. Deze mensen zijn... Ik word gewoon agressief van ze, man. Het is bizar hoe ze allemaal daar rijden. Ik moet oversteken en ik zet mijn voet op de zebrapad. En als ik mijn voet op de zebra... en rijden ze toch door. Ja. Het is zeer gevaarlijk, hoor. Mijn zusje is al bijna 2 keer aangereden. Hoe oud is je zusje? 6. Vaak in de middag is dat, en dan racen ze een beetje door die straat heen, Ook scooters. Maar vinden jullie dat er genoeg wordt gedaan zodat mensen hier niet te hard rijden? Rempels kunnen hier wel geplaatst worden om de snelheid te verminderen, zeg maar. En Nel, hoeveel? Hey! Hallo! Nou, ik vraag me af hoe die agenten dat doen, jongen. Als je gewoon in de steen voelt, je moet de halve dag hier staan. Weet je, toch gek van, gozer? Kijk dan, die Nel die heeft het gewoon vaker gedaan. Nel neemt het dead serious. Kijk dan, gewoon onder de shirtje zit er gewoon met de sniper. Deze rijdt hard. Deze rijdt 100% hard. Yo. Stop. Tante Nel. Hey, weet je hoe hard je reed? Nee, geen idee. 30 toch? Reed je 30, denk je dat? Dat denk ik wel, ja. Hoe hard rijdt die tante Nel? Kijk eens, lieve schat, hoe hard je rijdt? 35. Ja, en dan lopen je kinderen te spelen, hè?
En daar moeten jullie wel rekening mee houden. Ja, u heeft helemaal gelijk, mevrouw. Ja, ja. Dus, ja, mijn excuses. Ja. Oprechte excuses. Okay, dus wat gaan we voortaan doen? We gaan voortaan 30 rijden. 30. En of minder. Of wat minder. Oké. Okay. Ja, ja. Lekker. Hou hem zo. Yo, hey. Je kunt toch niet zo hard rijden hier? Ik vind het niet normaal gewoon. Je moet gewoon respect hebben voor andere ook mensen. Kinderen die hier spelen, steken over, die hebben geen erging dat jij zo hard aan kon rijden. Nee, logisch. Dat is gewoon heerlijk. Nou, u zegt wel logisch, maar... Maar doe je het? Ja, ik ga het proberen. Nee, deze rijdt hard. Yo. Nee, hoeveel ging ie? Ho. Ik hoef niet te meten. Ik weet, u reed te hard, meneer. U bent zelf met 1, 2, 3 mensen in de auto. Maar, dit is echt geen school. Als je zo'n kind aanrijdt, dan is het niet meer grappig. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ik zal het niet meer doen. Maurits en Mimoen weten genoeg. Galant als ze zijn, brengen ze Nel en Tini veilig thuis en denken even goed na over een oplossing. We moeten gewoon iets bedenken, Maurits. We moeten zorgen dat mensen, wel, al willen ze hard rijden, dat het niet kan. What are we gonna do, bro? I think I have an idea. Moet je dat zingen? Ja, want ik kan niet rappen, weet je. Ik kan het toch ook gewoon zeggen. Wat gaan we doen? Ik denk dat ik een idee heb. Kom. In Den Bosch proberen onze straatridders een lans te breken voor Josephine. Die wordt gepest door voetballende jeugd. Wat zou hier een oplossing voor kunnen zijn? Heel simpel, gewoon respect hebben voor een oude vrouw als je bal eroverheen gaat. Als je bal eroverheen gaat, weet je, het is 10 uur, dan weet je dat je gewoon niet aan moet bellen. Dan kom je morgenochtend gewoon terug. Kijk, deze mensen, die hebben ook iets gecreëerd. Hey. Zie je dat? Ze hebben hun eigen netachtig iets gecreëerd. Hey. Zullen we even gaan kijken of we dat ook voor elkaar kunnen krijgen? Onder het genot van een lokale snack checken de heren wie zo'n net gratis kan installeren. Kijk, zie je? Boom. Klusjes, man. Oké, ik weet niet hoeveel vierkante meter het is, maar is het mogelijk dat u een net rond een schutting plaatst? Papa Lega heeft dit weer gefixt. Wij hebben een klusjesman die het net komt monteren. Bestaat dat, denk ik, calorievrije kapsalon? Niemand komt weg. Ja. Doe maar nog één. Ja? Lalala. Zo'n grapje. Het net voor de tuin is onderweg. Maar er moeten nog wel wat hulptroepen worden geregeld. Goedemiddag, meneer. Mag ik wat vragen? Ja, natuurlijk. Woont u hier in de buurt? Ja. Heb jij wel eens gezien dat ze onbeschoft of vervelend tegen haar hebben gedaan? Ja, je hebt wel heel brutale kinderen hier wel, dat wel. Denk jij dat je de voetballende kinderen hier in, van de buurt even bij elkaar zou kunnen krijgen? Ja, tuurlijk. Dat moet wel lukken. Kijk, jongen. De man die de vrouw irritant vond, is een gewoon, jongen. Hoe is dat? Alles goed? Ja. Keepers slippers. Ja, goed, hè. Was je vriend? Die is net wakker, dus omkleden. Die komt er nog wel aan. Ja. Goed zo. Goedbezig.nl, jongen. Huh? Kijk, hij heeft de soldaten meegenomen. Wie weet ervan dat mevrouw Ayoub wel eens gepest is? Wie heeft het wel eens gezien? Hij weet ervan. Oké. Wie heeft er wel eens wat aan gedaan? Niemand? Oké, dan gaan wij dat nu doen. We gaan een cadeautje kopen. Oké? Dus volg de grote, boze, lieve man hier. Dus, mannen. Zo ziet een bloemenzaak er van binnen uit. Ja? Deze, vinden jullie deze mooi? Deze, oké. Okay. Nee, het is jullie ding, hè? Hey, ik ben niet de baas, hè? Jullie moeten het met elkaar afspreken. Deze gaan we sowieso nemen. Lager, ja. Juist. Ja. Lekker bezig. Kom maar. Wat willen we tegen mevrouw Josephine zeggen? Wat moet er zeker op de kaart? Sorry. Wat nog? Sorry voor de overlast. Fijn dat u ons al die tijd begrepen heeft. Dat ze de bal voor ons terug heeft gegooid om verder te kunnen spelen natuurlijk. En dat wij in het vervolg voor op zullen komen als gepest wordt. Goeie. Ik denk dat ik die een van de beste vind. Zometeen zien we of Josephine het cadeau zal accepteren. Groetjes. In Rotterdam is Raymond al de hele dag in de tuin van buurman Kees aan het ploeteren om duivels gras te verjagen. Ahem. Hey, jongens. Oh my god. Dit ziet er... Dit is heel vet. Vind ik jammer. Het had mooier gekund. Ja, hey. Het is voor de helft grappig. Hey, elleboog.
Ja, precies. Elleboog. Ja. Geweldig. Mag ik hierop staan of niet? Ja, daar. Elleboog, rollen. Jij laat er ook geen gras over groeien, hè, man? Ik ga je steken, ik had nooit gedacht dat dit gewoon puzzelen was. Wat dacht je dat het dan was? Schaken? Nee! Ik vind het gewoon leuk om hem te pesten. Weet je wat me echt grappig lijkt? Als Kees gewoon over een week later ons belt. Ja, die tuin van die gast die naast kan echt niet. Je hebt ons gebeld. Ja. Omdat de tuin leek op een oerwoud. Vind je er nu van? Supermooi. Dat hebben de heren heel mooi gedaan. Samen met jou, vergeet dat niet. Ja, dat is zo'n bijzaak. Denk je dat je nog last krijgt van het onkruid daar? Nee. Helemaal te gek. Maurits. Ja. Kun je nog herinneren dat we binnenkwamen in een oerwoud? We kwamen in de jungle. Duivelsgras. Duivelsgras. Duivelsgras, hè? Jullie zijn van het programma. Jullie hebben het perfect gedaan. Alle balletjes zijn op zijn rolletjes gekomen. Hartstikke bedankt. Ook namens Kees. Ik wil weten wat Kees van die tuin vindt. Ja. Hoe denk je dat hij gaat reageren? Ik weet het niet. Jesus. Weet je wat een foyeur is? Ah, oh, Kees is er niet. Maar ja, geduld is een schone zaak. Ah, daar is Kees. Oh, mijn Kees. We zijn er weer. Nee, hij is er nu echt. Ga je onzin bij je. Ja, natuurlijk. We hebben uw tuin opgeknapt. Heel mooi. U vond het mooi? Ja, heel mooi. Heel mooi. Kees is vrij nuchter. Over de metamorfose. Ik kan ik er niet zeggen. Maar bent u tevreden? Ja, natuurlijk wel. Gaat u hem nu bijhouden? Ja. Ik vind u een kanjer. Grote klauwen, man. Ik heb heel grote klauwen. Case closed. Dank je wel. Slaap lekker. Terug in de straat van Nel, waar veel te hard gereden wordt. Maurits en Mimoen willen ervoor zorgen dat dit onmogelijk wordt. Oké, Maurits. Ik heb lint gehaald. We gaan even de straat afzetten. We gaan het gewoon echt aanpakken. We gaan ook drempels leggen. We gaan helemaal los. Kijk, wacht even. Ik ben meneer Bitch Bang Boetes en dat soort shit. Ik neem dat voor mijn verantwoordelijkheid. Dus als ik boetes krijg... Jij krijgt geen boetes, maak maar, je maar, nee, ik wil het op camera. Als ik... Als Maurits boetes krijgt, past hij ze door naar mij. Volgend seizoen neem ik iemand anders. Thanks, Maurits. Was leuk dat je... Heb je hier echt hulp bij nodig? Of... Nee. Hier heb ik geen hulp bij nodig. Mimoen heeft grote plannen. Hij heeft extra irritante drempels besteld om het verkeer af te remmen. Nee, we hebben er twee, dus je kan kiezen waar je ze hebt. Santanel! Kunt u er even bij komen, alsjeblieft? Wij willen de drempel neerleggen. Plaatsen. Maar wij willen dat u gaat bepalen waar die terecht mag komen. Maar één neer of twee? We leggen er twee neer. Oké, dan moet je hier. Zo. Zo, maar leg. De afdeling verkeerbeheer houdt niet van half werk. Het is serious business en dus moeten de drempels helemaal vast. Tante Nel. Aan Nel de eer om de laatste schroef aan te draaien. En ook de kinderen uit de straat helpen mee om de snelheid omlaag te krijgen. Alleen maar leuke dingen. We gaan hier, jongens, een wegversmalling maken. Zouden jullie me willen helpen? U werkt hier? Ja. Waar? Hier op de Oscar Romero School. Wat vindt u ervan dat wij dit hier, dat wij hebben gedaan? We hebben drempels geplaatst. En Mimoen is aan het verven. Hij maakt de weg smaller, zodat het smaller lijkt, maar breder, nog steeds even breed is. Zodat automobilisten zich aanpassen aan de... Oké, wat goed. Tante Nel zet persoonlijk de puntjes op de i. Lager, ietsje lager. Jongens, hij moet lager van Nel. Dan heb je iets omhoog aan die kant. Tante Nel. Ja? Wij hebben met z'n allen gewerkt, Maurits en ik. En we hebben van heel veel mensen hulp gevraagd. Maar als u er niet bij was geweest, dan was het ons dat allemaal niet gelukt. Maurits, wil je haar symbolisch dit aanbieden, zodat ze de lint kan doorknippen? Ze staat naast je. Ik wil dat jij het doet. Maar ze staat naast je. Ik geef jou de eer. Alsjeblieft. Dank je wel. Dan verklaren we uw straat tot kindvriendelijk. Oké. Okay. Nou, het ziet er schitterend uit. Maar werkt het ook? Rustig. Kijk, gaan we gewoon rustig drempel, overheen. Glij je overheen. Onze drempel, ga je. En dan moet je gewoon... Nikken. Dat is... Maar zacht overheen. Hij werkt, gaf. Hij werkt. Nog een drempel en dan weer... Rustig. Zo dadelijk de ontknoping van de zaak in Den Bosch. Komt het nog goed tussen Josephine en de kinderen? Nou, dat is het vertellen ze even. Welkom terug bij Maurits en Mimoen vragen om problemen.
In Den Bosch heeft Josephine veel last van brutale jeugd. De kids uit de buurt willen het echter goed maken. Zal Josephine hun excuses accepteren? Ze mag jullie niet zien. We gaan haar verrassen. Hallo, tante Josephine. We zijn er weer. Wilt u even een beetje naar buiten komen? Hoi, Marit. Hoe is het met u? Oh, fijn. We hebben een verrassing voor u, mevrouw. Wat voor verrassing? Nou, als ik het vertel, is het geen verrassing meer. Dus als u met mij meeloopt, dan hebben we een verrassingje voor u. Oh, hallo. Nou, deze jongens hebben een paar verrassingen voor u. Maar ze willen eigenlijk beginnen door u wat te vertellen. Hallo, tante Josephine. Sorry voor alle overlast tijdens het voetballen. Vanaf nu zullen wij daar rekening mee houden. Ook zullen wij ervoor zorgen dat u niet meer gepest wordt. En altijd voor u opkomen. Groetjes, Stash Hambaak. Wat een verrassing. Ik heb dat nooit gedacht. Maar waarom heeft u het nooit gedacht? Omdat, ja, de kinderen... Ik denk dat de kinderen houden niet van mij. Maar we hebben nog iets voor u. Wat wij willen doen... Als u dat goed vindt, wij willen een net rondom uw schutting bouwen. Dat wanneer de bal over de schutting komt, die tegen het net komt en rustig weer naar buiten gaat, naar beneden glijdt. Oh, dank je. Ja. Ik ben hartstikke bedankt. Oké, boys, meestal ben ik de big boss, maar dit keer is Peter de big boss. Nou, morgen twee man mag je even net meenemen. Neem maar vast mijn dikke nog. Jongens, hebben jullie er weer zin in? Ja! Wat, gewoon boren zonder bril, of door een veiligheidsbril? Zit ik in het verkeerde gat? Oké. Andere shirtjes kopen. Hij is helemaal scheef. Je hoofd is scheef, hè, vriend. Je moet de boor recht houden. Maar kijk eens aan die man. Je moet de boor recht houden. Dat komt die stangen scheef te staan. Pak maar in het balk. Oké. Je beseft dat als je een ruf laat, dat we gaan vechten tot de dood, hè? Niet puffen. En dan krijg je er nog eentje voor ietsje hoger. Mooi, hè? Vindt u het mooi, mevrouw? Ja. Prachtig, Moemsie. Er hangt nu een perfect net. Hebben we het goed opgelost? Ja. U bent blij? Ik ben heel blij. Zie je, jongens, jullie hebben haar een glimlach bezorgd. Dat mag wel voor geapplaudisseerd worden, jongens. Groepsknuffel. 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 Ik heb de kleine zeemeermin niet gezien, man. Heb jij geen leuke jeugd gehad? Ik heb een topjeugd gehad. Ja, ik was op straat. Ik was op straat. Ik zat niet achter de televisie iets kleine zeemeermin te kijken. Dus wacht even. Heb jij nu een topjeugd gehad omdat je de kleine zeemeermin hebt gezien? Ja. Ja. Mijn buurt, niemand heeft hem gezien. Tuurlijk wel. Al mijn buurjongens, niemand heeft hem gezien. Iedereen kijkt Disney films. Niemand heeft de kleine zeemeermin gezien. Kleine zeemeermin. Beauty and the Beast, The Lion Beauty King. Beauty and the Beast, Belle en de Beast, toch? Ja, Belle en de Beast. Die heb ik gezien. Jezus. Aladdin heb ik ook gezien. Oh, Aladdin weer wel. Ja. Aladdin kijk je dan weer wel, hè? Kleine zeemeermin, dat vind ik toch echt iets... Maurits, come on. Kleine zeemeermin. Van Disney films, ga met kijken gewoon. Er zijn helemaal niks raars aan. Als ik ooit een dochtertje krijg, zal ik met haar de kleine zeemeermin gaan bekijken. Ja, er is niks mis mee. Leuk film.